Het is alweer tijd voor aflevering 5. Ja, aflevering 5 van de 6. Dat gaat hartstikke hard, Bram. Ja, dat is zo. De weken vliegen voorbij en daarmee de afleveringen ook. Maar gelukkig blijft alles nog even op YouTube en Spotify staan. Dus mocht je onze stemmen nog terug willen horen, dan kan dat. Kijk eens aan. We gaan snel beginnen, want we zitten weer helemaal hutje-mutje vol deze aflevering. Ik zou zeggen, start de lieden. Ja, ik ga wel echt altijd naar mijn moes. Hans, mooi volwassen. Hoe heb je dit nou weer zo ver kunnen laten komen? Tja, jongens, jullie vragen mij iets te vertellen. Over het carnaval, ja, nou ja, kijk, ik ben, ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Ik ben geboren, zeg maar, achter de coulissen van Muses. Mijn moeder kreeg weeën op de prinsenkeuzeavond van 1958. Nou, niet allemaal heel flauw gaan zitten rekenen hoe oud ik ben, maar ik ben dus achter de coulissen geboren. En hoe kan je het carnaval dan niet vieren? Ik bedoel, dat kan niet anders dan dat je dat, wel gaat doen. Opgegroeid in de Onganzen. Paul die prins was in de Onganzen. Voorzitter geweest van deze mooie club. Verschillende dingen opgericht. VCDDE, Harry Salami. Ik weet nog goed het moment dat ik samen met Paul in Maastricht op het Vrijthof zat aan een glas mooie wijn en dat we de Mommeskids bedachten. We zaten in de Mommeskelder en we zeiden, ja, dit moet het worden. Mommes, de god van de carnaval. Dat moet die tussengroep worden tussen kindergarde en prinsengarde in en privatobi in. En dat is de Mommeskids geworden, samen met Wilma Hermeling. Opgericht met heel veel plezier en veel lol. Die kindermiddag gepresenteerd ook nog een tijdje lang. En de carnavalsviering. Wat heb ik niet gedaan in deze mooie club? Vooral veel genoten. Laten we het daar maar op houden. Want dat is het allerleukste natuurlijk van carnavalsvieren. Nu, de laatste jaren mocht ik de carnavalsviering... voorgaan samen met Anita, de pastores. Was ook heel leuk om te doen en vooral leuk om te zien dat er dan heel veel jonge lui komen naar die viering, wat vroeger de heilige mis was. Ik moet alweer stoppen met praten, zie ik. Dat vind ik hartstikke jammer. Want ik wil eigenlijk graag doorlullen, want het is mijn vak. Ik wil nog even zeggen dat ik met heel veel plezier heel veel mensen getrouwd heb binnen deze club. En dan ga ik toch weer over de tijd heen. Dus jullie krijgen allemaal een dikke kus van de trouwmevrouw. En vooral van Ingrid Braakhoff. Heel veel liefs, dikke kus. Ciao. Nou Bram, jongen, ben je er weer klaar voor? Ja, helemaal. Dit belooft wederom een hele leuke aflevering te gaan Uiteraard. Worden. Maar ja, deze aflevering staan de grote dagen centraal. Van de aftrap op donderdagavond tot het slotstuk op dinsdagavond. En natuurlijk het haringhappen in de extra tijd op woensdag. Waar ik helaas nog nooit fysiek of mentaal sterk genoeg voor ben geweest om daar aanwezig te zijn. Maar goed. Wat er nog niet is. Wat er nog niet is. Kan altijd nog komen. Ja, en natuurlijk hebben we ook deze aflevering weer twee topgasten. Maar ik dacht, om nou te voorkomen dat we twee keer hetzelfde verhaal horen. En dat ligt niet aan de gasten hoor. Maar dat ligt vooral aan het feit dat wij steeds dezelfde vragen gaan stellen. We hebben gewoon nog een hoop te leren. Maar om te voorkomen dat we met beide gasten alle dagen doornemen, heb ik iets leuks meegenomen. Dat vind ik echt heel erg goed van jou. Want ik heb hier twee bandrecorders. Op de eerste band staat het interview met Renske Madlener. Nou, deze vrolijke meid is een duizendpoot binnen de Onganzen. Van garde tot het bestuur. Ze is overal te vinden en overal brengt ze een vrachtlading aanstekelijk enthousiasme mee. En op de tweede band staat het interview met Hans Kleintjes. Over aanstekelijk enthousiasme gesproken. Ervaren rot, maar zeker niet versleten en boordevol creativiteit en ondernemerschap. Ja, goed idee, Bram, jongen. Dan gaan we switchen tussen de twee tapes. Ja, precies. En met welk van de twee zullen we gaan starten? We moeten de etiketten dus wel een beetje respecteren, dus wel vrouwen eerst. Dus laten we beginnen met Renske. Nou, dan mag jij op het knopje drukken. Maar neem ons mee, donderdagavond, Kreas. Ben je daarbij altijd? Ik ben wel altijd bij, ja. Dat vind ik altijd wel echt lachen. Dan is het toch een beetje nog niet officieel, maar wel leuk.
En toch ook soms de fout gemaakt om daar toch net een biertje te veel te drinken. Dat kennen we. Vooral toen we nog vrijdagochtend de scholen toe moesten doen. Dan, ja, dat was altijd wel, ja. Vind je dat ook de leukste dag meteen, de donderdagavond? Of? Nee, ik zou niet zeggen de leukste, nee. Maar wel een goede inkomen. Goede inkomen, hè? Ja. Even warm worden. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja, en dan toch altijd proberen een beetje in te houden dat je nog wat waard bent de rest van de dag. Ja, precies. Ja, en op vrijdag ga je dus, je bent een paar keer mee geweest op scholentour. Ja, best wel vaak. Als garde gingen we altijd natuurlijk, ja, Prinsengarde. Ja. En hoeveel scholen ga je dan? Ja, het ligt soms, bijvoorbeeld toen ik page was met Han, wilden we heel graag naar de school van Han. Dus dan zit daar ook nog wel invloed op. Volgens mij doen we 4 scholen of zo dan. We hebben vaak een kleinere tour en een, dus met de jeugdprins. Oh ja. En een grote tour met de grote prins. Ja, en dat zijn van die ochtenden. Daar gebeuren ook dingen. Daar heeft hij weer eentje kak onder de schoen. Weet je wel. Zijn, of dat een van de vorsten zo'n deur achter zich dicht doet. En op de vrijdagochtend van de carnaval zo zijn veer door midden knakt. Dat zijn van die dingen dat gebeuren daar. En dan zijn van die ochtenden gebeuren er van dat soort dingen. Kijk, want de vlag hijs is eigenlijk iets wat we... Om die achtergrond even ervan wat duidelijk te maken. Dus in de tijd door de vorsten, in dit geval in de persoon van Michel Bruisten en Ronald Braakhof, hebben dat toen dat initiatief opgepakt om ook het carnaval in de stad Arnhem levend te houden. Want we zaten ook met een overdracht van carnaval, wat betreft het stadsbestuur, andere burgemeester. Dus op een gegeven moment is gezegd van joh, we zetten het op deze manier op de kaart. Want dan heb je een traditie, een blijvende traditie. Waardoor je in ieder geval richting de gemeente die lijn naar de carnaval borgt. Dus dat is het eerste paar jaar heeft met name Michel daar heel veel tijd in ingestoken. En dat is uiteindelijk is dat overgenomen door de Raad van Vorsten of het Convent van Vorsten hier uit de stad Arnhem. Nou, die hadden daarmee ook een bepaald bestaansrecht. En die hebben dat vervolgens overgenomen van ons en we hebben dat ook helemaal losgelaten. Want daardoor konden al die verenigingen zich presenteren. Als je kijkt naar het programma, het is vooraf bij elkaar komen bij de Heren van Amsterdam volgens mij. Ja, biertje. Dan door de stad naar het gemeentehuis. Nou, dan hebben we daar ontvangst. Dan wordt de vlag gehezen. Ga je weer het gemeentehuis in. Je krijgt elke prins, Arnhemse prins, krijgt netjes van de burgemeester een woordje. En dan vindt de sleuteloverdracht plaats. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets. Wij zijn nu 11 jaar met ons klusje bezig. Ik denk dat we het 9 jaar geleden start hebben. Voor die tijd gebeurde dat nooit. Nu staat het vast op de agenda, aftrap. Waardoor je ook toch in de stad Arnhem iets ziet gebeuren. En ook iets wat wij belangrijk vinden en vonden, is dat je ook breder kijkt dan alleen Oranje. De burgemeester draagt het gezag over aan de prinsen. Kijk, en wij hebben natuurlijk in Arnhem geen stadsprins. Hè, want anders had je een vertegenwoordiger. Nou, dat is opgelost door alle prinsen een onderscheiding te geven. Maar op dat moment doet de burgemeester doet zijn ambtsketen af. En die zegt, joh, en het is nu aan de carnavalsvierend Arnhem. Die hebben nu het voor het zeggen in de stad. En dat is de kern van de carnaval. Dat je op een gegeven moment een aantal dagen lang iemand anders en dat de plaatselijke lokale gek of weet ik veel wat, we draaien het helemaal om. We gaan volledig iemand anders het voor het zeggen geven. Daar komt het vandaan. Ja, en dan is het de vrijdagavond. Ja, dat is volgens mij wel ook een beetje veranderd de afgelopen jaren. Maar nu is dat dus een grote pronkzitting. Dat is dan toch de meest officiële avond van het hele gebeuren natuurlijk. En dan is het eigenlijk gewoon vooral vol met... moetjes. Gewoon, als Prinsengarde treed je natuurlijk altijd op. Simsalabim natuurlijk, waar ik nu bij zit, ook. En dan toch de hele avond vol ornaat. Wat ook wel leuk is voor de verandering. Vind ik altijd. En dan loopt het altijd uit, uiteraard. Dus... En dan gaan we proberen daarna toch een feestje nog te maken met de tijd die over is. Maar als jonge dame, kun jij dan echt genieten van zo'n officiële pronkzitting en van de officiële elementen die er ook in zitten dan?
Misschien helpt het wel om de andere avond extra te genieten. Dat je weet wat je... Nee, dat is schijn, maar... natuurlijk is het wel wat anders dan die echte grote feestavonden en zo. Maar het is niet dat ik het niet leuk vind, dat zeker niet. En sowieso is het ook wel goed om die er tussendoor te hebben. Nee, ja, ik vind dat natuurlijk wel gewoon echt leuk. En het is toch ja, even wat anders weer. En je begrijpt dat spel ook wel goed, wat een beetje gespeeld wordt dan op zo'n avond. Ja, natuurlijk ook met die sleuteloverdracht die de laatste jaren toch ook wat meer vorm aanneemt. Dat draagt er wel aan bij, zeg maar. Ook het praatje wat de burgemeester altijd doet. Dan, ja, voelt toch wat. Dat helpt met dat spel, hoe jij het dan noemt, dat wel echt. Ja, ja. En dat zijn wel ook leuke dingen. Dan maakt het wel een beetje het plaatje op die vrijdagavond dan wel compleet. Dus die moeten we er gewoon zo in houden. Ja, ik vind het wel lachen. Dat moet ook wel, hè. Maar grote dagen zijn ook een pronkzitting. Dat is voor mij energie. Dat is gewoon, als je de zaal binnenkomt en je voelt ik noem het een zaal lezen, maar je komt binnen en je denkt vanavond kan niet stuk. En er hoeft er nog geen draadprogramma tegen gegaan te zijn. Maar je voelt vanavond gaat die goed komen. Dat voel je gewoon. Waarom? Er zit energie, de mensen hebben, de merk je, ze zijn interactief, ze kijken, ze zijn bezig. En Arnhem is lastig publiek, hè? Heel lastig publiek. Ja, maar je ziet ze erbij zitten van jongens, we hebben er vanavond zin in. Ja, en dan is op zaterdagochtend is de kerkdienst. Daar ben je neem ik aan ook altijd bij. Ja, ook dat is weer iets wat tot een traditie geworden is. En persoonlijk vind ik dat een mooie traditie. Het is begonnen ooit bij mijn vader die bloemen ging leggen bij een aantal dierbaren op het graf. Nou, dat is op een gegeven moment die intentie die is geadopteerd. En dat vind ik dus briljant in onze vereniging. Want het wordt overgenomen. Iedereen mag er zijn eigen vorm aannemen. Maar de intentie wordt overgenomen. Want ik meen dat de Senaat daar nu verantwoordelijk voor is. Of daar met name de grote trekker in is. Die zeggen wij organiseren dat. Maar op een gegeven moment ook dat daar het Prinsentrio bloemen gaat leggen. Ja. Ja. En als je daar, want als je gaat kijken in het jaar van, volgens mij was het dat Paul Elbers prins was, want Iris was toen page, was namelijk de foto op de voorpagina stad, was van het Prinsentrio, dat ze op Moskou stonden. En dat is voor mij ook carnaval. Dus dat hele kleurrijk, want er staat natuurlijk de adjudant met zijn knalrode jas, hè, dus ik wil allemaal het beeld er wel, en een beetje waaiend iets. En dat plaatje, dat vond ik een van de meest carnavaleske, maar ook meest briljante plaatjes ever. Want dat is ook het carnaval, weet je, dat je het bij elkaar brengt en zorg hebt voor elkaar, maar elkaar ook niet vergeet. Maar op een gegeven moment ook zeggen, jongen, het is goed zo, we vieren dat iemand geleefd heeft. En we missen wel dat hij overleden is. Maar we vieren vooral dat ze geleefd zijn. Ja. Dat ze geleefd hebben. Dat ze een van ons geweest zijn. Ja, dat zag ik in dat plaatje heel erg mooi staan. Dat was een heel mooi beeld. Echt heel mooi beeld. Ja. Nou, daarom is de zaterdagochtend denk ik over het algemeen altijd wel belangrijk. Want ja, ik heb niet dat ik 's ochtends wakker word van, nou, ik ga lekker naar de kerk vandaag. Ga ik zin in. Maar ja, achteraf, ja, voor mensen is het denk ik wel heel belangrijk. Nou, ik denk zeker gewoon die samenkomst. Nou ja, het is, ik vind het mooi dat je nu ook op samenkomst uitkomt. Want het was natuurlijk een kerkdienst. En we hebben daar, en daar heeft ook daar heeft Michel heel veel werk in zitten. We hebben het geprobeerd te transformeren tot een samenkomst. Waardoor je het met nul intentie om van iets gelovigs af te gaan of zo, dat is niet de bedoeling. Maar alleen om de drempel zo laag te maken, door zoveel mogelijk mensen te interesseren om bij die samenkomst te zijn, om te delen in wat je met elkaar hebt. En dat, want ik ben benieuwd of daar mensen in jullie interviews wel eens wat op los hebben gelaten, maar ik heb daar meerdere malen nu meegemaakt dat met name prinsen daar wel geëmotioneerd raakten. Juist door die samenkomst, juist door die rust, juist door de intentie. Ja, en dan even de nuance, want iedereen is welkom. He, dus dat was wel duidelijk. Alleen, ja, jullie krijgen langzaam een leeftijd dat je, ook over het alcoholpromillage heen denkt. Zeg maar, naar een oude stappen die zegt van, ja, misschien moet ik mezelf toch even uit het bed slepen.
En is het de moeite om mezelf in de kraag te pakken en me er naartoe te slepen om daarbij te zijn? En op het moment dat je denkt van dat het binnen de vereniging zo wordt van wow, je hebt wat gemist, hier had je bij moeten zijn. Ja, des te meer mensen komen erop af. Ja, en dan na dan toch wel een, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar toch wel een beetje een beladen ochtend. Staat de brunch op het programma? Ja, nou eerst nog een best tochtje door de stad heen. Ja, eerst nog door de stad. Door de stad, ja. Kijk, want ik, ik sla toch even aan op het beladen, want het is niet beladen. En ik heb nog geen, misschien halverwege het interview kom ik een andere term. Een keer een woord, ja. Want hij is niet beladen. Hij is intens. Maar beladen is voor mij persoonlijk even wat negatieve connotatie en dat is hij niet. Zo bedoel ik hem niet hoor. Nee, maar bezig met elkaar aan te kijken en allebei breed uit te lachen. Ja. Dus we begrijpen elkaar heel goed. Maar in het woord beladen vind ik, dekt de vlag de lading niet voor mij. Maar dan aansluitend inderdaad de tocht naar de dansende nar. Om ons daar ook naar de stad toe. Maar ook om te zeggen, ja, want dat was eigenlijk, hè, voor de sleuteloverdracht was dat de opening van het seizoen voor ons. Als Ooghansen zijnde. Altijd bijzonder hoe we daar het land van de markt afsluiten. Zonder dat we dat bewust doen, maar het gebeurt wel. Want we gingen altijd in een grote cirkel staan, waardoor vervolgens mensen om ons heen moeten. In plaats van dat we, zeg maar, open zeiden van, joh, kom erbij. En dan, het is meer een onbewust acteren van ons en we zo gaan staan. Maar vervolgens, wat we zo vaak roepen, de mensen alleen maar wegdrukken. Maar ik vind dat ook wel een briljant moment altijd. Vooral als er iets in alle, want dat vind ik namelijk het spel van carnaval. Het constant balanceren tussen bepaalde rituelen, tradities, uniformen. Maar daarbinnen altijd heel goed weten, jongens, het is niet echt. Dus het jaar dat de edelgarde de vlag in brand schoot. Ja, prachtig. Weet je, het is een heel mooi moment. Hè? Het is een statig moment. En dat is nou net even de knipoog van die carnaval, in één keer die humor erin komt. Het gezeik dat de poortjes openstaan en dat de koets er dan niet meer overkomt. En dat dan toch uiteindelijk de edelgarde die koets over het paaltje heen tilt. En dan krijg je natuurlijk ook altijd het schot van de kanonskogel. Mm. Probeer je iedereen te weerhouden om de langste fietsen, maar dan is er altijd een eigenwijze. Een eigenwijze tante die bijna van de fiets afgeschoten wordt. Dat zijn van die dingen. Ja. Dat geeft toch een bepaalde schwung aan dat feest. Ja. Dat zijn die momenten, daar draait het om. We hebben het er nu wel over. Ja, precies. Ja, maar het is wel zo. Ja, dan de kindermiddag. Slaan we de brunch toch weer over? Nee, ja. Nou, de brunch pakken we ook mee. De brunch pakken we mee? Ja, 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 de brunch. Vertel Renske. Nou, ik heb een keer geprobeerd om een optreden daar te doen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Nee, vertel. De, nou, Remco was prins, maar toen had ik gezegd dat ik met prinsendiner voor hem een liedje zou zingen. En toen had ik dat niet gedaan. En ik dacht dat hij er heel erg mee zat, maar blijkbaar was ik de enige. Dus toen had ik ontzettende bewijsdrang om dat goed te maken. Dus toen had ik heel erg hard geoefend op mijn liedje Money, Money, Money. Van ABBA? Ja. Had ik een andere tekst opgeschreven. Maar toen kwam ik er toch achter dat mijn muzikale kwaliteiten me iets in de steek hebben gelaten die middag. Maar ik heb wel met overtuiging gedaan. Als er overtuiging in zitten, is het altijd goed gedaan. Precies. We hadden toen ook, mochten we niet klappen in de kerk. Omdat dat was voor de tijd, of weet ik niet van. We deden in ieder geval niet klappen in de kerk. Dus ik begon ook, ik zei, maakt niet uit of jullie het goed of slecht vinden. Ik zou graag willen dat jullie per definitie wel klappen als ik klaar ben. Dat zou ik echt waarderen. Niet zo'n doodse stilte daarna. Ja, precies. Ja. En ik had ook wat mensen meegenomen in mijn zinkende schip. Maar dat zijn wel van die dingen. Dan dacht ik, nou, als je het over carnaval hebt, de nummeren, coveren van ABBA en daar vol overtuiging ontzettend vals staan zingen. Dat vind ik best carnavalesk. Maar vervolgens krijg ik alleen maar reacties over hoe vals je hebt gezongen. Ik denk, nou,
had ook wel wat leukers kunnen zijn. Maar ja. Er zijn echt mensen op serieuze toon? Of? Nou, niet serieus, okay. Maar wel... één iemand nam het nog voor me op die dacht dat ik de boksen niet goed kon horen of de muziek. Toen zei ik, ja, daar lag het aan. Precies, dat was het. Thanks. Precies. Maar nee, ja, maar het was ook onmiskenbaar vals, hoor. Dus ik snap ook wel dat dat... Alsof er een kat gewild werd ergens. Of, Textueel zat het erg goed in elkaar, maar ik heb het niet over kunnen brengen. Jammer dus. Ja, ja. Ja. Ik ben wel nog even benieuwd naar de vertaling. Wat had je geschreven op Money, Money, Money? Ik had wel Money, Money, Money. Het is een makkie voor Prins Remco 1. Dat hij natuurlijk thesaurier is. Ah. Penningmeester. Dus vandaar. En, goed geschreven. Oh, ja. Diep gaat. Niet normaal. Nee. Dat was alleen één zin. En de rest. Ja, precies. Nee, ja, ik heb denk ik nog ergens wel de tekst liggen of zo. Maar ik had er wel wat van gemaakt. Maar de brunch. De brunch, daar wordt gebruncht. Brunch, daar wordt gebruncht. Ja, ja, dan kon iedereen weer bijkomen van het getetter. Nou ja, de brunches vind ik ook altijd wel desondanks om even te zeiken over de brunch. Hè? Exact. Wat er allemaal niet goed is. Precies, nee, het zijn van die dingetjes. Vind ik altijd wel leuk, gewoon met z'n allen brunchen. Maar verder gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Zolang ik niet ga zingen. Knip dat er maar uit. Mooi, hè? Gewoon jezelf voor lul zetten om anderen te vermaken. Ja. Vind ik dat heel sterk. Dat vind ik heel sterk. Ja. Dat is heel goed. Als je het over carnaval hebt. Ja, inderdaad. Ja, van daaruit is het om er even het tempo erin te houden. Want dan ga je natuurlijk als een speer richting kindermiddag. Heel gezellig. Altijd. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. En ik denk echt een van de belangrijkste dagen van de grote dagen. Want zeker, tenminste voor ons als stad Arnhem en carnaval bedoel ik in Arnhem. Omdat wij, en daar dat moet ik even ook terug, ook de scholentour ontzettend belangrijk. Omdat we daar overdragen van waarvan we zijn, wat we doen, wat het is. En ik denk dat als je mensen gaat interviewen, ik weet ook nog hoe mijn kindermiddagen waren. Nou, kan je vertellen, anno 2021 waren ze niet zo heel spannend hoor. Maar uiteindelijk is het daar, want als je gaat kijken naar onze vereniging, is het natuurlijk wel, zie je dat de overdracht op generaties jonge kinderen, dat die het meekrijgen en op een gegeven moment die vereniging instroom. Dus die kindermiddag is gewoon hartstikke belangrijk, vind ik. Om die kinderen het ook mee te geven. En daarnaast, ja, vind ik het gewoon geweldig dat die ouders, want die gaan natuurlijk toch even, want die komen weer terug. Met name ook als je mensen van buiten de vereniging, want dat is hun opstartmoment, hè? Hun acclimatiseringsmomentje. Hey, ja, dan wordt er een biertje gedronken, muziekje erbij. Ja, ik vind het een briljante middag. Dus het is ook daarin dat we daar naar gekeken hebben. Hoe zou je dat nog, zeg maar, nog breder kunnen maken? Dat leuk die kindermiddag, maar doe er ook vooral in de rand iets omheen. Dat je zegt, die trein die gaat aan, hè, die onganse trein. En die moet vanaf die brunch eigenlijk nooit meer stilstaan. Want je hebt de mensen in huis, weet je. En, maar ja, dat is dan de kindermiddag. Ja, daar heb ik als vorst, dat is helemaal in handen van onze jeugdvorstin en de jeugdduo. En de organisatie natuurlijk van Ganzenkuikens en de Raad van Elf. Maar daar heb ik zelf niks mee. Daar sta ik zelf lekker te blazen met de band bovenbij in de bar. En dan is het langzaamaan gaan voorbereiden op de eerste echte grote feestavond. Ja. Hoe doe je dat? Ja, nu het voelt allemaal nog een beetje onwennig. Ja, we moeten er even heen komen. We zijn er bijna vergeten hoe dat er even uitgaan, hè? Ja. Maar... ja, normaal gesproken ligt er een beetje aan natuurlijk waar je slaapt, met wie je slaapt en zo. Toch wel eventjes een goed maaltje nog naar binnen werken. En dan ja, is het ook altijd wel leuk als je een beetje een outfit hebt. Een verkleed outfit. Dan heb je daar natuurlijk ook ontzettend voorpret van. Ben je daar creatief in, de outfitjes? Nou... Ik vind het altijd lastig. Ik denk dat ja, nee. Soms heb je eens een ingeving. Met Job zijn we als Ernst en Bobby gegaan. Dat vond ik wel echt heel grappig. En is dat voor jou echt carnaval? Als ze dan beginnen te hossen? Ja, dat vind ik wel altijd echt lachen. Ja? Natuurlijk, die zaterdag is ook
altijd een beetje spannend. Vooral nu ik in bestuur zit, dan zitten toch altijd mensen aan de deur. En is de laatste paar jaren toch niet altijd helemaal goed gegaan. Dus dan is het, ben je toch een beetje met je gedachten ook nog daarmee. Dat is natuurlijk, ja, dat is de rol die je dan een beetje hebt. En dan loop ik altijd even langs. Als je niet zelf zit, dan loop ik vaak even langs van, gaat alles nog goed? Kan er nog iets betekenen? Of wil ik gewoon de sensatieverhalen even denken? Ja, precies, dat kan, ja, ook. Wat voor rare mensen nu, ja, allemaal weer langs zijn geweest. Nou ja, dat beïnvloedt je avond natuurlijk, ja, niet echt. Maar dat zijn wel van die dingetjes dat je dan rekening mee houdt. En dan ja, is het gewoon losgaan. En naar de zondagochtend. Ja. Ja, dat is toch altijd even... Even wakker worden. Wakker worden. Ja. Nee, maar zondag staat natuurlijk de optocht op het programma. Mm-hmm. Hoe leef jij, hoe maak jij die zondag door? Neem ons even mee, je wordt 's ochtends wakker, zondagochtend. Ja. En dan? Dan heb ik dat momentje wat jullie hebben van hoe. Nou ben ik 59 jaar, de laatste keer dat ik carnaval gevierd heb in de carnavalsetting, toen was ik nog 58. Dan denk ik, dan ben je 58 jaar... Hans, word volwassen. Hoe heb je dat nou weer zo ver kunnen laten komen? Had ook met een biertje minder afgekund. Ja. Nou, hangt er vanaf. Kijk, want ik heb ook nog wel eens het laatste 2-3 jaar bij de deur gestaan op de zaterdagavond. Een beetje crowd management. En dan start mijn avond om een uurtje of 12:30. Als we het daar wat rustiger hebben. Maar dan haal ik hem ook wel even in, hoor, de schade. Maar zondagmorgen, ik word wakker en dan denk ik van... Oeh, ik kan merken dat ik een mooie avond heb gehad. Dan wordt het bij ons... Dan gaan we gewoon ontbijten bij ons thuis. En afhankelijk van toen de meiden bij ons thuis woonden... Ja, dan ging die trein ging wat eerder aan. Want ja, die moesten natuurlijk naar Muzus of weet ik veel waar naartoe. En als er mensen waren blijven slapen... Ja, dan zat het spul 's morgens bij ons aan het ontbijt. Maar voor mij, ik heb over het algemeen de zondag heb ik geen dienst. Geen vorstendienst. Maar dan moet ik even de werelden ook weer even scheiden. Mijn leven als vorst en mijn leven als carnavalsvierend Hansi. Maar dan staat hij toch voornamelijk voor mij in het teken van spelen met de optocht, met de band. Ja, dat is ook een... echt wel een van mijn een van de hoogtepunten. Niet dat wij spelen, laat dat duidelijk zijn. Maar maar ook daar, het is metropool geworden. Hè, omdat we stonden vroeger bij Simmers. Nou, Simmers hield op te bestaan. Nou, toen zijn we letterlijk op zoek gegaan van waar gaan we nu staan met de band. We stonden altijd bij de vader van Ronald Braak op de Gepopse Weg. Want die woonde daar. Dus daar gingen we altijd daar koffie drinken. Een stuk appeltaart. En dan naar buiten spelen. En nou, toen was het begin, liepen we vandaar naar Simmers. Nou, toen zijn we echt op zoek gegaan van ja, Simmers niet meer, hoe dan? En het eerste jaar dat we langs de metropool, daar werd je vroeger echt uitgekeken. Daar kwam je niet eens in. En toen zeiden we, ja, maar de metropool is eigenlijk de enige, de best strategische. Want zoveel kroegen liggen niet langs de optocht, hè, als je kijkt. Nee. Of je de optocht van Arnhem wel eens gekeken hebt. Maar ik heb hem op de kaart gelegd en denk, waar zouden we kunnen gaan staan? Nou, ik weet niet. En toen is toen het toenmalig lid Willem Rauwmaat, een van onze bandleden die inmiddels overleden is, die had dan nog wel contacten. En ik zei, ja, één ding jongens, ik ga niet met een voet tussen de deur en een deur openbeuken om daar te spelen. Dat gaan we niet doen. Daar hou ik niet van. Weet je, als mensen me niet willen hebben. Prima. Dus maar op een gegeven moment, Willem kende die eigenaar. Nou, en er was, nou oké, we konden dan wel spelen. Dat heeft hij geweten. Want ja, we eindigden natuurlijk op tafels en met zwaaiende lampen, ja, en ik weet allemaal niet wat. Dus hij kreeg eerst een hartverzakking. En toen zag hij op een gegeven moment van, nou, volgens mij valt er ook wat te verdienen. Precies. En toen op een gegeven moment heeft er een tijd lang een briefje hangen tot 3:30 carnaval. En daarna gingen ze weer over naar de koffie. Maar goed, dat metropool gebeuren, dat werd wat bij Simmers ook gebeurde. Iedereen kwam naar die metropool toe. En dat is de place to be. Niet, nogmaals, niet omdat wij er zijn. Maar elke band kan dat daar. Maar omdat je oude schoolvrienden, je oude stadsvrienden, je oude verenigingsvrienden, alles komt daar naartoe. De vereniging staat daar.
die Steenstraat is smal, is nauw, is intiem. Dus ja, je kunt er alles. En daar dan de laatste keer hebben we trouwens nog met de optocht die afgelast is geweest, toen met de storm. Ja jongen, één dampende kroeg. Ja, dat houdt voor mij echt carnaval. Er staat daar het hoogste, dat is het hoogste niveau wat er is voor mij op handen is. Zondagavond, groot feest. Ja, ik vind dat ook sowieso altijd aan het einde. Dan moet je dan evalueren. En dan denk ik, ik weet begon niet meer wie er nou op zaterdagavond welke optreden daar was. En welke band toch op zondag was. Nee. Is toch allemaal een beetje één grote ja, blur geworden. Ja. Ja. Nee, ja, zondagavond lachen schijnt lachen. Leuk. Ja, ja. Schijnt leuk zijn, groot feest. Ja, ik heb over het algemeen niet zo moeite met alle avonden. Ook niet, kijk, de zaterdagavond heeft natuurlijk... Hij krijgt veel over zich heen. Maar ja, die zaterdagavond met al die met het hele jonge spul, zeggen wij dan. Waarbij zelfs onze jongere club zegt, wat hebben we nou aan huis? Maar ja, aan de andere kant, we dragen wel ons carnaval uit. Dus daar merk ik, daar zit ik iets, ja, daar word ik wel langzaam eigenlijk een stukje ouder. Maar aan de andere kant kan ik ook wel genieten van... ja, hoeven we niet allemaal zo heel lang terug te denken om te denken hoe je zelf vroeger geweest bent. Ja. Maar die zondagavond... Maar die zondagavond, dat is, daar zit hij wel... Daar zie je dus iets meer, nog meer gemêleerdheid in het publiek. Ja. En daar zie je ook wel meer, vind ik, mensen die... En ik zeg niet hoe mensen carnaval moeten vieren... Maar die het op een manier vieren waar ik me meer bij thuis voel. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, precies. Want ja, wie ben ik om te zeggen dat iemand wel of niet goed carnaval viert... Maar ik zoek wel mijn mensen uit waar ik mee carnaval niet. Ja, misschien ook wel omdat natuurlijk op zaterdag veel leden er al wel echt gedurende de dag er helemaal lekker in zitten. En je dan veel publiek krijgt wat gewoon, ja, laat maar zeggen, even vanaf buiten ineens binnen staat. En op zondag hebben we natuurlijk heel veel mensen die 's avonds komen, die niet zozeer lid zijn, maar wel de hele dag... bij de optocht zijn geweest of op de metropool zijn geweest. Misschien ja, dat dat meest gespeeld. Dat is helemaal waar, Bram. Want dat vind ik namelijk, als je op die zondagavond kijkt... op een gegeven moment zie je dan... ik weet dat er altijd zo'n hele ploeg mensen was... die op bepaalde manieren verkleed waren, weet je wel. Die zag je in de metropool. Nou, die zagen er dan nog helemaal op die top die uit. Nou, naar een half dag metropool kan ik je vertellen... zie je er wat minder op die top die uit. Dus dan zie je op een gegeven moment, s'avonds... zie je die hele club inchecken in muzies, weet je? Nou, die petten staan natuurlijk op 11:30 en dan moeten we de avond nog in. Verzopen katjes zijn het. Ja, ja, verzopen, maar echt, maar dan niet gewoon een leuk dronken, weet je? Dan jij zegt van, hé jongen, jullie gaan lekker vallen. En dan denk je, oh ja, dit moet nog even. En die zie je dan naar binnen schuiven. En dan zie je ook, het is altijd een mooi fenomeen als je dan mensen binnen ziet komen, want dan is het van... de een die moet even aarden, die moet ook acclimatiseren, waar ben ik? Er zijn er ook, en die gaan in één streep de dingen, de zaal in. Ja, dan is het een beetje afhankelijk van hoe de zaal is, want dan, nou ja, dan ga je natuurlijk kijken in de concertzaal, tenminste de muziekzaal moet ik dan tegenwoordig zeggen, hoe heet het ding, ik weet het niet eens meer. En als daar een dampend feest aan de gang is, ja, dan zie je op een gegeven moment, ik maak mijn carnaval altijd de metafoor met zwemmen in zee. Als je in de zee gaat en je doet even je teen erin, ja, dat wordt hem niet. Het is of vol die branding in en erin duiken en je mee laten voeren... of er helemaal buiten blijven. Maar halverwege een beetje met voetje erin, dat is hem niet. Dus op een gegeven moment zie je die gasten komen... en als er dan een goede vibe in de zaal zit... ja, dan zie je ze, dan zie ik het gebeuren en dan boem en dan erin. Na zondag is maandag. Ja, ik ga wel echt altijd naar mijn bos. Ja, en dan... Dus de ene keer leuker dan de andere keer. Het ligt er ook aan hoe het weer is. En soms vind je je draai net wat makkelijker of zo. En soms voel je je minder beroerd. Ja, maar ik heb dus echt wel dat ik dan op een gegeven moment dat echt niet meer kan verdragen. Nee? Nee. Maar ik ben ook maar een klein meisje, hè? Dat is niet makkelijk voor mij, zo'n carnaval. Dat is een goede vraag. Hoe is het voor een klein meisje? Moeilijk, ik kan nooit podium zien. Nee.
Dat zijn wel helemaal die struggles, hoor. Ja. Ook Den Bosch. We maken graag bespreekbaar. Ja, nee, dus het taboe doorbrekend dit inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, maar Den Bosch, de eerste keer heb ik doodsangst uitgestaan. Want ik dacht, ik ken, toen was ik ook nog nooit daar echt geweest en zo. Ik ken deze stad niet. En dan kom je in zo'n massa, omdat de optocht dan langskomt. Nou, ik dacht, als ik ze kwijtraak, ben ik verloren. Dat weet ik gewoon ze niet. Ze vinden me nooit meer. Ik hoop dat ik dan, als ik maar gewoon rechtdoor blijf lopen, naar Arnhem kom. Nee, dan heb ik me gewoon in iemand vastgeklampt. Misschien als je naar Den Bosch gaat, moet je gewoon een vlaggetje op je rug plakken. Dat lijkt me een goed idee. Weten ze altijd waar je bent. Als je die van mij wil maken. Ja. Is dat nog aan je fietsvlag? Ja. Hele lange. Maar het ergste is, niemand zoekt naar mij. Nee. Dan merk je niet als één iemand weg is. Dus eigenlijk moeten jullie allemaal voor mij vlaggetjes dragen. Dat ik jullie kan zien. Dat is wel een match, Den Bosch en Hans. Ja. Die gaan bijzonder goed samen. Halen het beste en we gaan naar boven. Maar je hebt niet echt van binnen het idee van... Oh, ik wil nog een keer Tilburg zien of Eindhoven. Of, ja, weet je, ja. Weet je, Jeroen. Als ik ga kijken, want wij gaan daarheen met een vriendenclub. Volgens mij maakt het niet heel veel uit waar in welke carnavalstad staat. Vorig jaar, toen wij nog ons jubileum vierden, op de zaterdag, met het ganzenbord in de stad, toen verzamelden we op het Jansplein. En op een gegeven moment stond de hele omgans daar een beetje bij elkaar. En toen stond ik om weer te kijken, het was een mooie zaterdagmiddag. Ik vond het een briljant idee, ik vond het een geweldige middag. Maar ik keek een beetje, zoals je dat door een lens doet zo, keek ik een beetje door me heen. En toen zei ik op een gegeven moment, of je niet te ver om je heen kijkt, hè? Je kijkt hoe je staat. Ja, noem het voor mij Den Bosch, noem het voor mij Tilburg, noem het voor mij Eindhoven, noem het voor mij Maastricht, maar waar ik nu sta, dit vind ik daar ook. Dus ja, je kunt me naar een van de andere carnavalsenclaven sturen. Maar als ik stel gezellige mensen om me heen heb, want dat is wat ik bedoel, de carnavals ook werken. Kijk, als je bij carnaval gaat staan met de handen in de broek, zou ik zeggen, nou, dan moet het over me komen. Ja, dan moet je geen carnaval meer vieren. Carnaval is toch dat je de motor aanslingert. En dat je even zegt, erheen loopt. En dan maakt het mij eigenlijk niet zo heel veel uit waar ik ben. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik ben ook wel eens in Maastricht geweest. Daar ligt de afstand wat groter. Den Bosch is wat toegankelijker, vind ik, qua mensen. De interactie met de mensen is daar wel, ik weet niet meer wie ik kan, maar we staan nou hoe over hun verkleding. Want dat is het mooie van verkleding, hè. Je hebt altijd... Ik ben met Ankie van Gunsvens op stap geweest, met een halve crew van de Transavia. Ik weet niet wat ik allemaal voor... De meest rare dingen. Weet je, maar daar heeft ook iedereen zijn eigen verhaal in. Ja, briljant. Ik vind het prachtig. Prachtfeest daar. Ja. Ik wil graag door naar de maandagavond. Ja. Want ja, de maandagavond is toch een beetje in mijn ogen... Ik ga nu een vraag stellen en zelf antwoord geven. Maar is toch een beetje een avond waarop iedereen toch wel... flink wat dagen er al op heeft zitten. Ja. De vermoeidheid begint al toe te slaan. Ja. En toch raak je niet uitgeluld, omdat je overdag heb je vaak verschillende dingen meegemaakt. Ja. Vind ik het mooiste aan de maandagavond. Is dat ook wat jij herkent? Herken ik helemaal, want ik ben dus een paar jaar dat ik zo laat op de maandagavond binnenkom kakken dat die voorbij was. En op een gegeven moment ben ik met die trend gebroken, want ik vond ik ben lid van de vereniging. Dus op een gegeven moment zeg ik ook op enig moment in de bos, jongens, ik ben weg. En ik stap nog in de avond in Arnhem in. Heb je trouwens wel even een cold turkey, hè, van het station naar Muzes toe. En dan kom je uit Den Bosch en dan stap je uit. Nou, iedereen kan zich daar wat bij voorstellen. En dan naar Muzes toe. En ik verbaas me inderdaad ook hoe je 4-5 dagen lang met dezelfde mensen op kunt trekken. En dat je inderdaad niet uitgeluld raakt. En dat is de dinsdag. En dan voel je je nog slechter op maandag. Ja, die dinsdagmiddag is toch ook altijd wel dingetje. Lachen. Ja, boerenmiddag. Ja. Ik vond dat als jeugdbaas verschrikkelijk. Nou ja, verschrikkelijk. Toen hadden we zo overal. Nou, dat ding, nou, daar hadden jullie makkelijk in gepast. En ik ben maar een klein meisje, wederom. Dus die hadden we echt met riemen en zo omhoog gehouden. Nee, dit toen natuurlijk, maar ik weet niet hoe oud ik was, 14 of 15 of zo. Toen moesten we het zoenspel doen, dat je dan... precies een halve minuut kust. En dan, dan houden. Dat is natuurlijk heel heftig. Om dat met een jeugdprins te doen. dat van die dingetjes, weet je wel. Al die spellen altijd.
En dan aan de maaltijd. En ik vind ook daar, vind ik, ja, dat wordt voor ons georganiseerd. Het is iets gezamenlijks, dus wij eten daar. Punt. Ja. Ook omdat je dan vroeg in de zaal bent. Omdat het, ja, wat je zo'n fenomeen krijgt, is dat niemand op tijd in de zaal is. Want de zaal is nog leuk. Dus dan krijg je een zeg maar, een zichzelf, een visuele cirkel. Waardoor op een gegeven moment mensen steeds later komen. Waardoor het in het begin van de avond steeds rustiger wordt. En op een gegeven moment, ja, mensen wachten, denk ik, ja, als er laat genoeg binnenkomt, dan zijn het tenminste mensen. Ja, de avond duurt tot 12 uur, dat punt 1. En punt 2, als je gewoon met z'n allen er bent, dan heb je vanaf start heb je gewoon een gevulde zaal. Dan is het allemaal, ja, dan heb ik wel echt het gevoel van, het is nou echt voorbij. Dit is af. Ja, ik ook. Ja, maar dat vind ik ook altijd wel juist wel mooi. Weet je dan toch weer, want die zaterdag, dan, dus, ja, nu e-mail, die vrijdag... Start je ook maar met een klein deel. En dan dat start je ook met de, of op de creas of zo. Weet je. Dan ben je ook met je groepje. En dan op dinsdag ben je weer met je groepje om het af te sluiten. Die avond heeft voor mij in de rol als vorst wat meer lading. Omdat ik dan degene ben die hem... meestal ben ik daar vorst van dienst. Dus ik sluit hem en ik doe het ceremonieel. En het bla bla. En het echt het eindigen van de avond. En er is ook weinig programma, er is ook weinig regie, dus ik doe hem daar bijna een beetje in mijn eentje. Dat houdt er wel in dat ik soms een beetje moet multitasken achter de schermen, want ja, er is verder niemand. Dus alles komt bij Bassie terecht. En ik weet natuurlijk ook niet alles. Sterker nog, ik weet niks. Dus daar moet ik nou een beetje in sturen. Maar ik vind het een leuke avond. Leuke energie. En je ziet er, wat ik altijd heel bijzonder vind, is dat dan bijvoorbeeld zo'n gardedans. Dan zie je dat als de dames vrij van druk dansen, dat er dan... heel veel energie vrijkomt. En dan denk ik gewoon, meiden, dat gun ik jullie ook op de andere avond. Dat je vrijer kunt dansen. Dat je ook een beetje kunt genieten van de energie die je volgens mij als garde moet overbrengen. Maar afsluiten inderdaad. En dan was hem dat. Ja, en dan even nabranden met een biertje. En alles even weg laten zakken. Woensdag haringappen, daar ben ik nog nooit mentaal nog fysiek sterk genoeg voor geweest om daarbij te zijn. Maar jij wel? Echt niet, dat heb je nog nooit gedaan. Nee, nee, principe quest. Kan ik niet aan. Principe quest. Maar jij wel? Ja. Ik heb geen idee wat dat is, dus haringappen. Maar hoe is echt lekker haring? Als er erg viswijf, kan ik even daar natuurlijk kijken op. Nee, maar ja, ik weet niet, het is ook een beetje... Heb je dan nog het gevoel dat je carnaval aan het vieren bent? Of, Nee, kijk, als je erheen gaat, dan denk je ook, waarom doen we dit? Dat is echt mosterd na de maaltijd. Dat zeg je op altijd. Als je erheen gaat, denk je, hè? Waarom? Het is nu toch klaar? We hebben het toch mooi afgesloten gisteravond? Maar dan ben je er en dan krijg je toch weer, heeft iedereen een beetje bijgeslapen en zo. En dan heb je toch weer een beetje al dat gelul en ook nog een beetje wat je verder nog met je leven aan wil. Weet je, dat gaat het dan ook ineens over. Dat vind ik altijd wel leuk. We moeten eens komen. Echt de afsluiting dan voor jou van carnaval? Voelt het ook zo dan? Ja, nou, ik denk echt de afsluiting dat ik dat op dinsdagavond wel echt al wel voel. Ja, dat is dus natuurlijk gewoon echt leuk. En dan komt er altijd de nabel en dan gewoon ook lachen, gieren, brullen en zo. En dan op woensdag is het meer... dat je toch dag al een beetje jezelf bij elkaar geraapt hebt en dat je het huis al schoongemaakt hebt of wat dan ook, weet je wel. Of als je bij iemand blijft slapen, dat je dan toch alweer naar huis is. Dus het is wel echt afgelopen, maar dan toch nog eventjes even nog snel een blik terugwerpen of zo. Wat was het toch weer leuk, hè, jongens? Wat een leuke gesprekken weer. Bram, ik ben al helemaal in de stemming gekomen. Ja, je hebt in de tussentijd gewoon je mooie versierde kiel aangetrokken. Ja, ik kon niet laten, maar ja, los van dat ik helemaal in de stemming ben, vond ik het ook leuk om van Renske en Hans te horen hoe zij de grote dagen ervaren. Nou, zeker weten. Ja, ik ga denk gewoon de hele dag carnavalsmuziek luisteren hoor. Misschien een klein biertje erbij. Maar vergeet je niet dat we ze ook nog naar Chris moeten. Chris, die heeft daar heus wel begrip voor, Bram. Mijn naam is Michiel van der Steen. Alias Hofnatom van de Ongelands. Mijn favoriete dag, of eigenlijk twee, dat zijn de zaterdag en de zondag. De zaterdag, omdat die begint met een prachtige mis in de kerk. Daarna een geweldige ceremonie bij het Land van de Markt, waar ik ook een stukje mag doen.
Vervolgens een brunch of een lunch in Muses. En s'avonds lekker feesten met de Hongaanse. Heerlijk carnaval vieren. Maar de zondag is ook aan mij besteed, omdat er dan de mooie optocht is van de Arnhemse optocht. En ik hou nou eenmaal van verkleedpartijtjes. Dus de Hofnar kan niet kiezen. Ja, en dan zijn we natuurlijk bij het hoogtepunt van iedere aflevering weer aangekomen. Hè? Een duik in het archief. Een duik in het archief. Een duik in het archief. Christy is er al, zag ik. Fietsje staat er. Ja. Hey mannen, daar zijn we weer. Zijn we jullie denken zeker dat ik hier woon, of niet? Nou, die indruk krijg ik wel, ja. Hoe verder, we gaan naar boven ook. Ja. Nou, dat is weer thuiskomen, hè? Ja, moet luisteren, bij de Ooghans is het altijd thuiskomen. Zo, ga zitten. Ik zal even koffie en thee voor jullie maken. Kijk. Dan kunnen we weer eens kijken wat er allemaal voor moois is. Chris, vertel. Ja, ik ga eerst eens even wat vertellen over iets wat niet zo heel erg oud is. Mm. In de vitrine daar zie je staan een camera. De camera is de allereerste digitale camera van de ganzenkiekers. Nou was ik naast archivaris ook jarenlang ganzenkieker. En de eerste jaren werkten we gewoon met filmpjes. Negatieven, alles uitzoeken. Het was echt een helskarwei. Ik was tot in mei bezig met het laten afdrukken, het uitzoeken en afleveren van foto's. Maar toen kwamen de eerste digitale camera's op de markt. En toen heeft de vereniging voor de ganzenkiekers een digitale camera aangeschaft. Een EOS 300D. In Duitsland gekocht onder de naam Rebel. En daarmee zijn in de loop der jaren, hij heeft tot denk ik 2014 heeft hij dienst gedaan. Zo. Zijn er meer dan 600.000 foto's gemaakt. En ik denk als je een werkende batterij erin doet en je prutst een beetje, dan doet hij het nog. Maar je merkt gewoon dat hij gewoon op is. Ja. En we vonden het wel een uniek exemplaar om in het archief te bewaren. Mm. Omdat het werk van de ganzenkiekers ontzettend vergemakkelijkte. Het was echt een hell of a job om dat allemaal met negatieven te doen. Inmiddels is het zo dat iedere ganzenkieker, we hebben er 6 op het ogenblik nog, doet het met zijn eigen digitale camera. En deze is jarenlang nog als backup in de fototas verdwenen. Zo van, valt er eentje uit, dan kun je die nog gebruiken. Dan hebben we altijd die nog. Ja. Ja. Dus hij heeft zijn strepen wel verdiend. Hij heeft zijn strepen zeker verdiend, ja. Een nieuwerwets item. Ja, een nieuwerwets item, inderdaad. Ja, maar wel iets wat bij de geschiedenis van de Ongans hoort. Leuk man, digitale camera. Ja, de allereerste. Je hoort het misschien al aan de muziek. De aflevering zit er helaas weer op. Het moment die je wist dat ging komen is eindelijk hier. Nog maar 1 aflevering te gaan. En dan zit onze serie er alweer op, Bram. Ja, dat wordt nog eens afkicken na al die weken samen op stap. Ik heb al menig rondjes op de Kattenpoelseweg gemaakt. Maar terugblikken doen we pas aan het eind. En we hebben nog een aflevering voor de boeg. Zo is dat. En dat belooft een hele leuke slotaflevering te worden. Waarin we niet 2 mensen interviewen, maar 4. En dan ook nog eens van verschillende generaties. Daar kijken we dus heel erg naar uit. Volgende week donderdag dus. Dan zijn we voor het laatst. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.